kijken, is een betere diergezondheid gewoon vaker. Er zitten ook wel longproblemen in de varkenshouderij in Nederland. Omdat we minderen, wou ik zelf graag naar minder ammoniak en gassen in de stal. Om dat te bereiken, zag ik toekomst en heil en dagelijks mestafvoer door middel van banden. Waar we hierbij staan, is een aandrijving van een mestband. Hier wordt dagelijks de mest mee onder de varkens vandaan gedraaid. Boven ons zit op dit moment de varkens. Onder de varkens zit het mestband die dagelijks deze kant wordt gedraaid. De band zelf ligt in een V-vorm. Zo voorstellen, dit is het laagste punt van de band. Hier stroomt urine naartoe, gaat weer omhoog. De vaste mest valt op de zijkant van de band. De urine naar het midden loopt continu af, zoals je hier ziet, en is meteen gescheiden. Het voordeel van directe mestafvoer en gescheiden mest is dat er geen ammoniak meer plaatsvindt uit het mestput. Omdat die gescheiden is, komen ze bacteriën van de vaste mest niet meer bij de urine en kan de stikstof niet meer omgezet worden in ammoniak. Dit is de basis van de innovatie. Het probleem is echter, om mestballen te kunnen gebruiken in een traditionele stal, moet je eigenlijk een traditionele stal anders gaan bouwen. We hebben ervoor gekozen om de stal op palen aan te zetten, om deze band bereikbaar te maken, om eventueel te kunnen controleren en eventueel storingen op te lossen. Hier kun je zien wat het geworden is. Dit is onze eerste stal die we zelf gebouwd hebben. Dit is een stal geworden van 4200 dieren, gehuisvest in ons nieuwe systeem. Met een stalen skelet, mestbanden en gezonde dieren. Wat we nou met deze innovatie bereikt hebben, is allereerst de diergezondheid. In een normale situatie was 1 op de 5 varkens had een longaandoening. Wij zijn op dit moment teruggegaan naar 1 op de 100 dieren. Dat is een extreem verschil. Daarnaast hebben we de milieuuitstoot, de milieuemissie hebben we weten terug te brengen. De ammoniakuitstoot is drastisch lager geworden, de stanguitstoot is drastisch lager geworden, puur door de directe afvoer van mest uit de stallen. Qua energieverbruik, het complete gasverbruik staat op nul. De stallen hoeven niet meer verwarmd te worden, omdat het compact gebouwd is. Je hebt relatief veel dieren per vierkante meter stal, waardoor je de warmte efficiënt kunt gebruiken. Het is voor de omgeving is het prettig gebouw. Het is compact en klein, zonder geur. Dus de buren zijn er blij mee. En als laatste, zeker niet onbelangrijk voor de sector zelf, de bouw op zich is 20-40% goedkoper dan een traditionele varkenstal, wat Nederland weer op de kaart zet als varkensproductieland en dat weer kan concurreren met het buitenland.